UBA staat voor Hulp bij Aangifte. Dit project wordt verzorgd met studenten Fiscaal Recht en Economie van de Hogeschool Rotterdam. Wij van de Belastingdienst leiden deze mensen op. Nadat ze geselecteerd zijn, ze moeten allemaal solliciteren. We kijken of ze geschikt zijn. Zijn ze geschikt, dan gaan we met die mensen in zee. Stage vond ik ontzettend interessant, ook vanwege het contact met de mensen. Ontzettend veel geleerd. Ook de dingen die ik tijdens mijn studie heb vergaard, heb ik ook in de praktijk kunnen toebrengen en nog wat extra kunnen leren. Maar helemaal geweldig dat voor de bewoners van Rotterdam dat georganiseerd wordt. Dus ik ben daar heel blij mee. De Belastingdienst heeft bijzonder veel voordeel aan deze mensen vanwege het feit dat ze in ieder geval zeer gemotiveerd zijn. Ze hebben gekozen voor deze opleiding, dus ze weten wat ze willen. Hetgene wat ze hebben geleerd op school, dat gaan ze nou in de praktijk brengen. Dus alles wat ze weten, ja, dat weten ze nu gelijk dat ze het ook snappen, want probeer het nog maar eens in de praktijk toe te passen. Nou, uiteindelijk lukt dat. Totaal doen zij zo'n 60-tal studenten zo'n 15.000 biljetten af. Ik moet zeggen dat het een hele klus is, maar elke keer zijn we weer blij dat ze het klaren. Dus ook dit jaar hebben ze dat weer geklaard. Na het project gaan we ze beoordelen. Het beoordelen dat gaat gepaard met een cijfer. En dat cijfer gaat weer gepaard met een aantal studiepunten. En met dat aantal studiepunten kunnen zij weer duiken in het volgende project.